Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends. Ik ben vandaag natuurlijk weer met Jordy van The Third Part Guys. En we zijn eigenlijk gewoon een beetje aan het uitvogelen hoe deze game werkt. En het gaat best oké. Waarom ben ik er nu niet meer? Ik was een beetje gone. Sinds je been gone? Ja, sinds je been gone, yeah. Maar Roblox is een guy, dus sinds je been gone. En hebben we Murphy weer. Maar ik moet zeggen dat we nu weer. Ja. Ik dacht dat we al een paar gemist ondertussen, ja. Maar het speelt mee. Ja, je hebt niet zoveel speelruimte in deze hoor. Ja. Nee, is niks. Net hem nog kunnen halen. Ja. Ja. Gelukkig heb je geen levens. Ja, precies. Dat zou wel goed kunnen. Ja, gelukkig is het geen 100% run. Maar ja, dan zou ik ook een kite bij pakken. Ja, maar de eerste keer als je zo speelt, is niet. Als ik... Ja, dit had ik anders moeten. Als ik meteen denk van ja, ik word even meteen 100% run, dan wel ja. Ik vind het juist altijd leuk om die dingen zelf te ontdekken. Nou, we hebben nu geleerd van onze fout. Nice. Ja, maar toch even af te maken. Get fucked. Mijn aars. Ja, die dude zit in de kinderweg en je ziet hem niet heel goed omdat dat ook groen is. Wat is dat nog goed? Ik heb geen idee. Nou. Antwoord op je vraag is een ja. Deze game lijkt me heel leuk om te doen met Sander. Maar niet. Ik kan hem even slaan. Mijn slaan. Dank u. Oh.
Zo. Dank u. Dan gaan wij door. Gaan wij door. Gaan wij door. Ook al weten we niet waarom. Ook al weten we niet waarvoor. Wij gaan door. Lekker bezig. Hoppa. Hoppatee, hoppata. Nieuw, nieuw. Nice. Okay. Oké, dat is mooi. Drijfzand. Dat is niet netjes. Nou, tijd om te rusten. Ik ken Rayman Legends wel, ik heb het alleen niet gespeeld. Wow. Lekker bezig. Ik raak hem toch. Mooi ding. Shit. Ik werd er net onder getikt. Kom je hier vaker? Hit me. Dank u. We raden het toch iedere keer net, hè? Ja, daar staan we, ja. Oh. Wow. Wat een anticlimax. Ja, en nu heel snel wegrennen. Nice. Ik reken het goed, waar jij? Wel, ja. Tensies zijn altijd in de problemen. Dat is ook het hele probleem met de tensies. Kijk, als je het goed had gedaan, had je nu 60 tensies gehad. Maar ja, dat hebben we niet. Dus deze character blijft nog heel even. Dat is goed. Dan hebben we, kijk, draken knallen. Deze nog. Oké. We hebben nog een paar levels te gaan. Yes. 4 sterren level is dit. Oh jee. Oké.
En je hebt de lulhannes van de Murphy weer. Murphy is zeer verwarrend. Oh. Ja. Nee, ik doe wel. Wat jij? Bijna het Mario-syndroom. Als in? Dat ik te snel wil. Ja. Dat heb ik met Mario aan het lopen. Oh, dit kan mij niet blijven ook van. Moet je? Ja, dat kan. Succes. Nou, pak dat ding dan vast. Dat had ik net ook al. Huh? Hey, niet dan. Hang je vaker rond. Ja. Zo, nou, hoeveel lemmings hebben we nu al gemist? 20 of zo? Ja. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dus. Nou, die king en die queen, die zijn op willekeurige momenten. Die boven zo goed. Oh wel. Zullen vast niet gemist worden. Wat de fuck gebeurde er? Wij knallen tegen dat ding aan. En dat moet je dus net niet doen. Hallo. Spooky. Waarom laat hij niet los? Goeie vraag. Hit me. Dank u. Nee,
het enige nadeel als je soms weer te laag of te hoog eindigt. Of er volledig voorbij schiet, kan ook nog. Kom hier. Nee. Dus even dingen uitzoeken met dit. Kunnen weten. Sla maar. Dank u. Oké. Wat hebben we nu? Oh. En we hebben weer. Don't care, go! Dat is best heet. Dat is ook best flauw om een enemy daar neer te zetten. Misschien toch niet zo snel doen. Ja. Deze game is wel een stuk minder two-player friendly dan Kirby. Oh, zeker. Moet je nagaan hoe erg is met vier spelers. Yeah. Dat is ook, ik kan ook niet echt per se op jou wachten, nee. Omdat die dingen naar beneden storten. Dus het is bijna iedereen voor zichzelf. En alleen als je de ruimte hebt, dat je dan even de dingen moet doen. Of als je volledig ten aarde stort, wat ook echt per se nodig is. Blijkbaar niet. Is er geen letterlijk dood bij het einde zo wat? Nee. Typerend. Vind je leuk, hè? Tuurlijk vind ik dat leuk. Oké. Dit is weer zo eindig. Vuur spuwen. Dit is weer een side-scroller waarschijnlijk. Mogelijk. Oh, how I like side-scrollers. Krijg je het?
Gewoon, maakt maak niet af. Oh. Wat de fuck gebeurde daar? Nee, in ieder geval, weet je wat, de bos heeft nog niet genoeg voor, joh. Ik loop naar de grond zien. Ik heb hem niet kapot maken, dus we moeten ontwijken. Ja. Heel multiplayer vriendelijk dit. Nou, doe maar even rustig aan, hè. Ik wou net zeggen, dat was de bos, maar... Fase 2. Want ja, deze heeft geen helftbar, hè? Ga je nou Kirby de schuld geven van jouw slechte gamekunst? De game is vriendelijk genoeg om je checkpoints te geven, niet zo van, doe maar de hele bos opnieuw. Niks niet meer. Oh, dat is flauw, het enemy is gespawnen. Dat ding blijft respawnen. Kunnen we jou binnenkort een keer hitten of zit dat er niet in? Ja, klopt. Maar ja, dat spot is net weer fijn als je het weet. Dus
Kom maar. Ja. Oh, ja. Het spel is inderdaad een spel, ja. Ja, volgens mij kunnen we gewoon die damage als hij dat ding niet doet. Dus we kunnen wel gaan mashen, maar het heeft geen zin. Bijvoorbeeld met damage en bijvoorbeeld duurzaam meteen wel. Ja, wanneer hij eenmaal begint met zijn. Niet damage. Nee. Nee? Nee, dat registreert hij niet. Als je nu bijvoorbeeld begint met zijn cluster shot, dan dat damage hij wel. Kijk maar. Ah ja, nu zie je dat hij niet meer is. Ah, is dat. Moet alles onderweg aan de kapot gemaakt worden? Ja, tuurlijk moet dat. Anders doet hij niet goed, hè? Tuurlijk, hebben we hem weer. Kom op, keihard in de kont. Kom op. Hey, toch goud. Goed, dan denk ik dat we de aflevering gaan beëindigen, of niet? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer. Adios. Amigos. Dan ga ik even naar de zetel.